Nou, dat maakte minder lawaai dan ik had gedacht. Trainen. Of je hebt er geen zin in, je hebt er geen tijd voor, of het is slecht weer. Er is altijd wel een reden om niet te gaan trainen. Ik ga je vandaag meenemen in hoe ik zelf weer in vorm kom van mijn fietsdoelen en de tips die ik daar zelf handig voor vind. Iedereen zal het herkennen, je hebt een drukke werkweek en toch wil je die trainingsuren gaan maken. Bij Tour de Tietema zijn we de hele week bezig om gave video's te maken en zelfs bij ons schiet daardoor het trainen nog wel eens bij in. Zelf probeer ik daarom mijn week zo goed mogelijk in te delen door lange duurritten in het weekend te plannen en kortere ritten 's ochtends voor of 's avonds na het werk in te plannen. Als je een taxi hebt kun je dit in de winter ook makkelijk doen en zeker nu het 's avonds weer wat langer licht is kun je vaak al snel een uurtje of zelfs soms 2 of 3 uurtjes maken na je werk. Het blijft natuurlijk een opoffering van een hoop keuzes. Je kan minder snel met je vrienden 's avonds wat doen en in het weekend wil je graag fit zijn als je dan een lange training gaat beginnen. Maar op die manier kan je wel aan je uren komen. En als je genoeg uren kan maken, kun je ook evenwichtig trainen. En dat is heel belangrijk om in vorm te komen. Als je dan die tijd hebt gemaakt om te gaan trainen en je kan flink wat uren maken in de week, is het belangrijk om dit goed evenwichtig te doen. 10 uur lang sprinttraining is averechts en hetzelfde geldt voor 10 uur vogeltjes kijken. Al is dat misschien nog wel het beste om te doen, maar niet het leukste. Als je dan genoeg tijd hebt vrijgemaakt voor een mooie trainingsweek, is het natuurlijk handig om de trainingen wel zo te plannen dat ze voor jou goed uitkomen. 'S Avonds heb je waarschijnlijk iets minder tijd en kun je makkelijker een intervaltraining doen. En in het weekend heb je vaak iets meer tijd om bijvoorbeeld een rustige duurtraining te doen. Zelf controleer ik mijn trainingsarbeid veel met de Garmin-app. Daarin kan ik zien of ik veel aerobe of anaerobe train of dat ik gewoon te weinig tempoblokken heb gedaan. En daarnaast ook gewoon naar je gevoel luisteren. Als je super vermoeid raakt, is het misschien tijd om een tandje terug te doen. Dat is een stuk raadzamer dan doortrainen op dezelfde intensiteit. Als je dan al die tijd hebt gestopt in je trainingen, is het super zonde, maar wel heel verleidelijk om af en toe naast de fiets jezelf een beetje te laten gaan. Zelf probeer ik in trainingsweken iets te minderen in alcohol en bijvoorbeeld dus een 0.0'tje te pakken. Of ga ik gewoon wat eerder naar bed, zodat ik de dag erna fit ben voor mijn training. De Tour win je in bed, zeggen ze wel eens, maar ook de Amstel Gold Race en Alpe d'Huez gaan een stuk makkelijker als je naast de fiets net even die paar dingen laat om het voor jezelf makkelijk te maken op de fiets. Maar voor mezelf en ik denk voor een hoop mensen die kijken geldt, alles kan, maar met mate. Het is helemaal niet nodig om alles te laten staan, niet meer naar je vrienden toe te gaan en nooit een taartje te eten. Maar probeer het wel te minderen. Je merkt echt dat als je minder alcohol drinkt en ook op je voeding let, dat je veel sneller in vorm komt dan als je dat niet doet. Het kan heel verleidelijk lijken om 1 week alles te laten, vrij te nemen van je werk en volle bak te gaan trainen. Maar het zal een stuk sneller gaan met je vorm als je gewoon zorgt voor een consistente opbouw van je trainingsarbeid. Je hoeft echt niet 30 uur in de week te maken. Je kan met 6 tot 10 uurtjes al prima uit de voeten. Maar het is wel belangrijk om dat gedurende een langere periode vol te houden. Een lange trainingsweek is natuurlijk erg goed als die past in je schema. Maar let erop dat je niet overtraind raakt of juist te veel doet. Dat werkt alleen maar averechts voor je vorm. Ik probeer zelf altijd in de eerste weken van mijn training rustig op te bouwen. Dat betekent weinig intensieve trainingen. Een lager tempo dan ik gewend ben en dus ook af en toe ritjes onder de 30 per uur uploaden op Strava. En daar vooral niet te veel zelf naar te kijken. En daarna je trainingsarbeid pas echt op te bouwen. Als je dat doet zul je zien dat je na een week of 4-5 echt al veel beter begint te worden. En dan wordt het pas echt leuk. De voldoening van een paar weken heel goed trainen is daarom veel meer dan op korte termijn op mooie ritten maken. Wat voor mij goed werkt is om mijn sociale leven zoveel mogelijk te verweven met mijn trainingsschema. Zeker bij lange ritten in het weekend probeer ik dat met zoveel mogelijk vrienden te doen. En ook wat tijd in te bouwen voor, tijdens of na voor wat gezelligheid. Op die manier mis je heel weinig en wordt het alleen maar leuker om die lange trainingen te doen. In het begin kan het lastig zijn om voor jezelf een mooi trainingsschema uit te werken. Op onze website hebben we altijd een aantal vaste trainingsschema's staan voor onze meesterknechten. Maar het kan ook raadzaam zijn om in je eerste weken de hulp van een trainer of bijvoorbeeld een trainingsapp te zoeken. Op die manier krijg je al heel veel kennis hoe je een week kan indelen en wat voor oefeningen er zijn. En daarmee kun je later ook makkelijk uit de voeten. Je kan dan de intensiteit bijvoorbeeld toetsen met een Garmin-app om daarna te kijken of je genoeg aerobe, anaerobe of tempotrainingen doet. Hou voor jezelf vooral realistische doelen aan en plan niet 18-urige trainingsweken als je ook nog fulltime werkt. Heel veel succes met het toewerken naar jouw doelen. Zorg ervoor dat je training wel een beetje overeenkomt met die doelen. Dus ga je een uurtje een wedstrijd rijden of ga je 10 uur lang 6 keer de Alpe d'Huez op, dan heb je natuurlijk een andere training nodig. Als je dan weet welke trainingsvormen je nog nodig hebt om op een juiste manier te gaan trainen, is het makkelijk om daarna met je agenda een soort trainingsschemaatje voor jezelf te maken. En die kunnen ook makkelijk wijzigen op basis van je vermoeidheid, de data die je bijvoorbeeld uit een app kan halen,
en je planning. Zet jezelf niet te veel vast op een meerweek schema. Vaak haal je dat uiteindelijk toch niet. En kijk vooral naar wat je nodig hebt voor die dag. En vergeet niet, uiteindelijk is het gewoon een hobby. Dus maak ook wat plezier op je fiets. Nou, dat maakte minder lawaai dan ik had gedacht. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie zelf in vorm komen en welke tips jullie hebben om daar beter in te worden. En wellicht zie ik jullie bij de eerstvolgende wedstrijd, toertocht of andere grote uitdaging. En dan proosten we er even op.